hoe het zit met alle vrije dagen, nee, dat denk ik niet dat ik dat weet. Ik denk dat ik wel een redelijk beeld heb van de feestdagen, ja. Ik denk wel dat ik weet hoe het zit met de vrije dagen. Ik moet nog wel eens even opzoeken. Nou, wordt lastig, denk ik. Ik denk dat ik weet hoe het zit met de vrije dagen. Ja, natuurlijk. Koningsdag is een vrije dag. Dat is een vrijdag. Koningsdag zal een vrije dag zijn. Koningsdag is volgens mij niet voor iedereen een vrije dag. Ik dacht dat middenstand niet vrij had, maar ik weet niet zeker. Nee, niet verplicht volgens mij. Volgens mij is Koningsdag wel verplicht. Ja. Ja. Nee. Nee, Koningsdag is geen vrije dag. Het is om de 5 jaar en dat is volgens mij dit jaar niet. Koningsdag is in principe een nationale feestdag. Maar daarmee is niet gezegd dat er een vrije dag is in de zin van dat werknemers ook recht hebben op een vrije dag. Dat moet echt apart, expliciet geregeld zijn, of in een cao of in een personeelsreglement of in de arbeidsovereenkomst zelf. Nee. De dag van de arbeid is geen vrije dag meer, helaas. Nee, dat is geen vrije dag. Dat is alleen voor de vroegere PvdA-gemeentes, was dat een vrije dag. Nee, ook niet. Tenminste, niet in Nederland 1 mei. Nee. Nee, dat is geen vrije dag. Nee, dat is geen vrije dag voor dodenherdenking. De dodenherdenking hebben we geen vrije. Nee. Ook niet verplicht. Dit jaar ook volgens mij. Nee, dodenherdenking is geen vrije dag. Nee. En daar wordt geen, zover ik weet, wordt daar geen vrij voor gegeven. En feitelijk vinden de activiteiten ook in de avonduren uren plaats. Dus zover ik weet is dat geen vrije dag. Eén keer in de 5 jaar, en dat is dit jaar op 5 mei weer het geval, dinsdag 5 mei. Bevrijdingsdag is niet een officiële feestdag volgens mij. Goh. Ik denk dat Bevrijdingsdag dit jaar geen vrije dag is. Dit jaar wel? Bevrijdingsdag, ja. Eens in de 5 jaar is dat een vrijdag? Ook niet. Om de 5 jaar. En het is nu 2015, dus officieel is het een vrije dag. Maar of het voor alle organisaties een vrije dag is, dat weet ik niet. 5 mei, Bevrijdingsdag, is ook een nationale feestdag. Alleen die is eens in de 5 jaar. Nu dus in 2015 is het echt een nationale feestdag, een erkende nationale feestdag. Ook daarin is het zo dat als dat niet separaat apart geregeld is in de personeelsgids of cao, arbeidsovereenkomst, dan is daar in principe geen vrij. Dus dat moet wel geregeld zijn.